Het Steengroeventheater in Winterswijk presenteerde van 6 tot en met 10 augustus de voorstelling Deurdonderen. Het is een muziektheatervoorstelling met band, orkest, koor en spektakel rond de band Normaal en de betekenis die ze hebben gehad bij de emancipatie van het platteland. Afgelopen maandag filmden wij de generale repetitie. Dames en heren! En iedereen die zich enigszins anders wil identificeren, jong en oud, van dichtbij of van heel ver weg, van het platteland of uit de stad, van harte welkom in de steengroeven van Winterswijk! Herkens aller witstreken, goedenavond, achterhoekes, manslu, vrouwlu, potlu en alles wat er vandaag en dag tussenin zit. Zoekers, nuilers, aanhangers, karkhangers, getijsem en kwartjesvolk. Mooi dat je bent vanavond in de steengroeven! Mocht het nou zo zijn dat u tijdens de voorstelling gebruik wilt maken van onze toiletten of andere voorzieningen, meld u zich dan bij onze medewerkers in de groen-gele hesjes. Eerpels afgieten en drinken straks wel in de pauze. Mocht het papier op en jammer, dan heb ik de scherpe nagels heb. Vanavond vertellen wij u het verhaal van een aantal heldhaftige zonen van de Achterhoek. De Provinciale Commissie 50 jaar Normaal heeft ter ere van het 50-jarig bestaan van de band besloten om een opdracht te verstrekken aan een bekende Haagse beeldhouwer om een groots, monumentaal en imposant kunstwerk te maken. Ja, mooi man. Hoe groter, hoe beter. Ja, oom is nu allemaal goed in een kophol wat Normaal voor ons heeft betekend. Zo dadelijk maakt de Haagse beeldhouwer Arjan Erik Schelphuis een gigantisch entree hier in de Achterhoek. De beste zangkoren, drumbands en fanfares heten hem van harte welkom na een lange reis vanuit het verre Den Haag. Het Haagse hupje is in aantocht. Ja, wel degelijk. Dit is het land van Normaal. Welkom in de Achterhoek, meneer Schelphuis. Ik ben Aleid. De commissie heeft mij ingehuurd u bij te staan tijdens uw verblijf in de Achterhoek en te assisteren bij de realisatie van uw kunstwerk. Oh ja, dat kan hè, dat ik voor al mijn werk in binnen- en buitenland lerares boetseren van de plaatselijke huishoudschool heb moeten inschakelen. De commissie heeft mij opgedragen u vooral van allerlei achtergrondinformatie te voorzien. Voor de artistieke onderbouwing van alle. Voor de onderbouwing van alle artistieke keuzes die u moet maken, meneer Schelphuis. Is dat zo? Ik zou u in contact kunnen brengen met mensen die alles weten van Normaal. Mensen van het aanhangerschap, die de groep soms al meer dan 50 jaar. Aanhangerschap heet dat zo? Ja, dat heet zo. Een aanhanger is lid van de fanclub. Nou, bij Den Haag hangen een aanhanger gewoon achter de auto. Ach. Zeg, u hebt elkaar al ontmoet. Ach, mevrouw. Des te beter. Ja, we hebben elkaar. Ja, welkom, meneer Schelphuis. Ja. Zoals ik u aan de telefoon al vertelde, ja, hebben wij behoorlijke vertraging opgelopen bij het rondkrijgen van de begroting. Hè? Ja. 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 Dus het tijdstraject waar u zich nu aan te houden heeft, tot aan de voltooiing en onthulling van uw kunstwerk, is bijzonder krap, maar niet onmogelijk, dachten wij zo. Nee. Bovendien. Ja, u houdt wel van een uitdaging, schat ik. Ja, nou, mevrouw, het is goed dat u dat tijdschema even te berden brengt. Ja, nog één ding, meneer Schelphuis. Er kunnen hier en daar wat chauvinistische sentimenten spelen, omdat wij deze opdracht niet aan een beeldhouwer uit de streek hebben gegund, hè? Ja. Ja, maar met uw charme weet u daar vast wel raad mee. Ja, dank u wel. Nou, we hebben u voorzien van een assistente, hè? To speed things up, hè? Ja. Wij denken graag met u mee, meneer Schelphuis. Nou,
Nou ja, dat was het. Ik wens u heel veel succes. Wendy was terug en hoe? Ha, die ging er liedjes over schrijven. Die ging zingen als buurzenbeer. Ja. En wie achterop is, wie hoorden die teksten en wie dachten, verrek, die zingt over mij. Die zingt wat ik denk. Wie vindt hetzelfde, maar wie voelt ook hetzelfde. En dat was zo mooi, man. Zo machtig mooi. Hendrik Haverkamp. Nee, sorry hoor, wacht even. Wie is Hendrik Haverkamp nou weer? Ik. Nee, wat? Nee, Hoog Antink was het toch? Alle Hoog Antinks bunt Haverkampen. En alle niet Hoog Antinks ook. Oh, dat is logisch. Ja? Alle Achterhoekers bunt achter. Hurkers, snap dat dan? Kijk, daar heet er een. Ja, daar heet er nog een. En hij goed kijkt. Ja, kijk dan. Er zit er nog veel meer. En dan nog eens aan die kant goed kijk. Man, daar zit er een hoop. En als ik door dan kijken. Maar, daar zit vrouw Haverkamp. Het is toch niet hoor. Luister eens mensen met u. Als je zelf een Haverkamp voelt of een vrouw Haverkamp voelt, steek dan de handen in de lucht. Ja? En klap dan wat met het volgende nummer. Kom op, allemaal, handen in de lucht en met de lucht. Kom op. Haverkamp, een kleine 40 jaar. Het hele derde, dat kende hem al, waar had die passie al door. Als hij door het dorpje kwam, daar ging het van kiekers door. Door Heiden, Maaf en Hendrik, met de petten op een oor. Zijn moeder was vrouw Haverkamp, wie den zie bekend. Hij had het van geen vreemde, dat prachtig zangtalent. En hij zong van la 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 la. Op zijn ritje door het dak kwam hij langs de kroeg. Die trok er naar binnen toe, alhoewel er nog niet een vroeg. Door wat ze willen drinken, de was ze niet gewoon. En toen we later op huis ging, was ze huis in gewone roer. Die zag weer vele lappen, door alle tussendeur. Die knalde op een auto, voor niks strak is in humeur. En die zoek van dat had jaren en dat gas geven en een dikke V8 en zo, dat kon ze als geen ander. Maar zoepen ook. Ja. En zoals je weet, ging dat niet al te best samen. En zo heeft Benny dus ook een paar flinke klappen gemaakt. Zo is een keer in slaap gesukkeld achter stuur toen er van mijn kroeg afkwam op weg naar huis. Misschien had ze als prijsmeester niet zo vaak bezopen achter het stuur moeten lopen kroeg. Nee. Maar ja, de bunk dan zelf ook wel flink voor gestraft. Ik ben namelijk zelf ook een keer tegen een lanterenpol aangereden en ja, toen kon ik mijn gelijk melden, de bovenmiddelgrote baas. Dezelfde dag kreeg ik nog een paar vleugels hem en toen mocht ik voor straf tot in de eeuwigheid op de zolder gaan zitten van elke bezopen brokkenmakker die deurde. Achterhoek heen je. Ja. Nou, dat zou ik zeggen, dan ben je wel droog.
Penny heeft een ongeluk gehad. Penny. Die heeft zien waar een toot op losgegaan. Welke Penny bedoel je? Ik weet niet of hij nog wel leeft. Wie bedoel je dan? Welke Penny? Heuze Penny. Penny Joling, Penny van der Maal. Ja. Ja. Eerlijk hoor. Ze hebben zien dat de Alsringel voordat het bij Hubbel was. Dat had ze zien, zeiden ze. Volgens mij heet dat door Hendrik van der Sloop. Ja, dan wordt natuurlijk de wagen ophaald. Ik dat ik dat zit je hier maar in elkaar. Ja. Toch heb je geen ene meer leven doet. Wie zou dat missen? Ja, Lena. Ja. Zomaar even een minuut stil te houden. Wat zei die nou allemaal? Oh, sorry. Het is 3 uur s'nachts, het is noodweer. Ik ben moe en ik wil naar huis. Gelukkig is het niet zo wit meer. En dan ben ik thuis. Ik geef flink als het zich is slecht. Nog de laatste stukje binnenweg. Zie haar en nog zo gezegd. Denk er aan de wijze slecht. Nog een eentje speren denk ik vlug. En dan ben ik terug. Ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Steengroeven hier in Winterswijk met Oen. Oh ja? Ja. Oh. Ik had geen idee. En dat in Nederland. Hè? Maar ja, als ik eerlijk ben, dan denk ik niet dat deze steensoort geschikt gaat zijn voor beeldhouwwerk. Het is musselkalksteen. Kalksteen met kleine stukjes schelp erin. Dan moet u toch aanspreken met zo'n achternaam, meneer Schelphuis. Oh, ja. Ja, ja, dat is leuk. Maar kalksteen is ook best wel zacht. Hè? Door erosie slijt dat best wel snel. Ja. Het idee om een lokale steensoort te gebruiken, mevrouw Randik, dat spreekt mij enorm aan. Ja, het is dan wel van uiterst belang waar het beeld komt te staan. Hè? Het moet zoveel mogelijk in de luwte, beschut tegen wind en weer. Zeker als het, zoals de commissie graag wil, 100 jaar moet blijven staan. Is dan al besloten waar het wordt geplaatst? Ik dacht dat u dat mocht bepalen. Ja, dat is ook zo. Weet u? Nou. Weet u wat de meest beschutte plek is van heel de Achterhoek? Deze, hier. Ja, hier niet midden in de groeven, maar daar. Tegen de rotswand. Daar waait de wind dan overheen en daalt dan verderop in de kuil. Wacht eens even. Dat is werkelijk een geweldig idee. Mevrouw Hoogantink, u bent geniaal. Kom eens. Dank u wel. Ja, hallo, we zijn hier niet op de Zwarte Cross. Oh, nou, dat spijt me. Maar dit is echt een hartstikke goed idee. Een soort van Mount Rushmore, hè? Maar dan in Nederland. Het meesterwerk zal de geschiedenis ingaan als de meest grote krachttoer ooit. Ja, inderdaad, ja. Ja, we zullen allemaal onophoudelijk en onvermoeibaar doorwerken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja! We maken hier een soort van bedevaartsoord. Hè, voor alle fans van normaal. Met dan hier in het midden een grote zaal voor popmuziek. Hè. De Normaalkathedraal. Waar dat elk jaar een normaal kabaalfestival wordt georganiseerd. En dat allemaal omdat in die rotswand de vier koppen van de jongens mega groot zijn uitgehouden als vier enorme afgodsbeelden.
Laat u zich nou niet een beetje te veel meeslepen, meneer Schelphuis. Zeker niet, mevrouw Hooghamtink. Nee. Je moet groots leren denken, hè? Anders blijf je voor altijd klein. Ja, kijk, ik zie het helemaal voor me. We zetten daar stijgers neer om aan te werken. En we verzamelen een leger aan hakkers en houwers die met hun bijtels en boren het geluid van de bulldozers, hè? En graafmachines in deze groeven nog doen overstemmen. En de slagen van hun gereedschap die zullen klinken als muziek die als een opera uit dit godvergeten gat in de aarde omhoog zal stijgen tot een hemels territorium. Hey! Ja, precies. Ja. We gaan bezig. Er wordt iets groots verricht, mevrouw Hooghamtink. Ja, Hooghamtink, ik moet aan het werk. Het is nog niet ten einde. Het naderen van de nacht. Nog meer huiswerk. U bent wel streng voor me, hoor, mevrouw Hooghamtink. U mag wel Aleid zeggen, hoor. Oh, nou, dat is prima. Maar dan moet u ook stoppen met u tegen mij zeggen, hoor. En mij bij de achternaam noemen. Laten we elkaar dan gewoon tutoyeren, Aleid. Oh, god, Pet. Het zal toch eens fucking tiet worden. Wie zegt alleen maar u hier tegen dominee en burgemeester? Wat zegt u? Dat het helemaal prima is zo. Oh. We zijn hier niet zo formeel in de Achterhoek. Yes. Ik heb mijn oude schooljuf gevraagd om de cursus te geven, maar ik moet ze wel waarschuwen. Dus daar hoopt ze toch wel van. Waarvan? Kom, we gaan zitten. Oh. Ach, kijk nou. Ga jij daar maar even zitten? Ja. Zal ik... Nee hoor, kom maar. Oh. Hoi. Hallo. Ja. Dank u wel. Goedendag leerlingen. Mijn zonnestraaltjes. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik hallo. Ben een bijzonder welkom in je Schelphuis. Oh, ik? Hels. Hels is kwaad, toch? Heel erg kwaad. Oh, ja. Heel erg kwaad als een jachthond. Heel goed. Oh. Oftewel onmundig, hevig, in orde. Zeg mij na, klas. Onmundig, hevig, in orde. Onmundig, hevig, in orde. In orde. Heel goed. De volgende opdracht is ook heel makkelijk, want dankzij Normaal weet heel Nederland wat huiken is. No. Hier in de Achterhoek hebben we het over huiken, brekken en... Aangaan. Zeg mij na, klas. Huiken, brekken en aangaan. Huiken, brekken en aangaan. En aangaan. Doe eens, sir. Jij Schelphuis? Ja. Ik, heuken, brekken en aangaan. Schelphuis. Oké, als je ja. Altijd achterom kijkt, oh, ja. Dan zie je echt niet wat er voor je gebeurt. Mm-hmm. Wat betekent dat? Dat als je achterom kijkt, dat je niet ziet wat er voor je gebeurt. Juist. Juist. En als jij dat doet, Schelphuis... Ja. Oh. Oh. Dan maak je me de pis goed lauw. Oh ja. En als je dat doet, dan heet Schalk wel om drie te nam. Ja, ja. Goed! Wie heeft er nog een mooi zinnetje om onze Haagse vriend een beetje te helpen met zijn uitspraak? Ja! Nou, doe maar. Vermin, glunkt dat ding. Als een nette broem in de maneschien. Ja! Dat vinden we leuk, hè? Nou, doe het er maar voor, klas. Verdien, glimt dat ding als een nette broem in de maneschien. Oh, en nu de hele school. 3, 2, 1. Goed.
godesnaam te betekenen? Ach, mevrouw de voorzitter. Ik krijg allerlei alarmerende berichten dat we hopeloos achterliggen op schema. Nou, en u verlummelt uw tijd en mijn tijd aan het leren van Achterhoekse schuttingtaal. Nou, ik zou verlummelen, zou ik het niet per se... Aleid, heb jij hier de hand in gehad? Nou, Aleid heeft die niks... Ik eis dat dit onmiddellijk stopt. Nou, het is allemaal... En ik eis dat u, meneer Schelphuis, onmiddellijk uw werk hervat. Oh, dit hoort... En met onmiddellijk, mevrouw... bedoel ik, onmiddellijk. Mevrouw de voorzitter, dit hoort allemaal bij het op... Nou, Schelphuis, dat belooft niet veel goeds. Die vrouw met haar vriendjes, dat is machtig volk. Zie Kiko aan, ik zal maar maken dat ik wegkom. Wat bedoelde je precies? Dat je om moet passen met zulke chique types als de voorzitter. Dat is import. Import? Import? Import! Import! Import. Ja, pipart. Ze heeft kennelijk slechte ervaringen mee. Oh. En hoor je wat ze zei? Nee. Ze kikken aan. Jaren geleden bij ons in de klas waren er veel meer aan meisjes was. Ik kon weer al een half in die vierde man. Ik kon er niet meer tegen, ik zag het niet aan. Als hij zei, ja, in de les, dan kreeg ik weer kan er wel een man of zes. En die opkijk ging naar de groep. En met zijn dapper kijk hij nog naar voren. Quiz. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Nou, dat kan harder, maar dat gaat deze tribune veel beter doen. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Goed, en voor een quiz hebben we natuurlijk een kandidaat nodig. En meneer Schelphuis, ja. Dat bent u? Nee. Ja, u bent mijn kandidaat voor de niet normale normaal quiz. Ik weet van niks. Aleid? Ja. Welkom. Ik weet van niks. Waarom is hier in de hand? Ja, het wordt nu tijd om je parate kennis te toetsen. Oh. Jazeker. Komt u deze kant op, gaan we zo beginnen met de quiz. Ja. Nou, prima. Hey, ik kom eraan. Waarheen? Ja, deze kant op. Oké. Okay. Achter de rode knop, meneer Schelphuis. Alsjeblieft. Ja. Goed. Klik u. Top. Bent u klaar voor? Ja. Goed. Van welk nummer speelt de band nu het intro? Dit is Mama, waar is mijn pils? Ook in Duitsland uitgebracht. Fantastisch, dat is hartstikke goed. Applaus! Goed. Ja.
Thuisvolksvraag 2. Gaan we eens even kijken. Hè, ik ben benieuwd wie erbij was. In welke gemeente werd een optreden van de groep Normaal gecanceld omdat het volgens de gemeente, en ik citeer, het de Achterhoekse cultuur onwaardig is? Eibergen. Eibergen? Eibergen. Hoor ik de Eibergen? Ja, Eibergen. Meneer Schelphuis? Ja. Eibergen? Ja, ik zei Eibergen. Ja. Ook dat is goed, fantastisch! Vraag 3. Komt er een heel rijtje, luister goed. Ja. Welke naam hoort niet in dit rijtje thuis? Jan Manschot, Timo Kelder, Fokker de Jong, Robert Kolenbrander, mevrouw Tessa Boonkamp en Nico Groen. Robert Kolenbrander, maar de rest is al drukker met niet normaal. Ah, dat is nou ook jammer. Ik speel een quiz met meneer Schelphuis, niet met jou. Sorry. Dat is jammer. Maar gelukkig hebben we nog vraag 4. Normaal stond erom bekend dat zij ook samen speelden met andere artiesten. Zo ook met het evangelisch duo dat fantastisch had. Oh ja, hier. Nou, ben ik benieuwd. Ja, dat lukt toch. Gert en Hermien. Schelphuis, dat is fantastisch! Ja, proficiat! En omdat u alle vragen goed had, mag u nu verder met het vervaardigen van uw kunstwerk. Oh. En om u nog eens extra te feliciteren, heb ik hier voor u en voor jullie allemaal de winnaars van de Gert en Hermien Lookalike Contest 2011. Tezamen met de dokter Sam en Jill, een duidelijk applaus voor Beth en Sabine! Goed, Beth, vertel maar eens. Wat maakte Gert Timmermans zo ontzettend interessant voor jou? Ja, natuurlijk vanwege dat onfeilbare vingerspitsen gevoel van Gert om overal het meest commerciële succes van te maken. Hij wist toch precies hoe hij al die auto's op de vinger kon winnen met die niet voor grijze haren. Ja. Hij wist toch ook hoe hij met zijn hele familie in de heren moest gaan. En ook wanneer toen het juiste moment was om er met z'n allen weer uit te stappen en dan zijn dochters te verkopen aan de Playboy. Ja, maar goed, behalve die commerciële kant was het toch veel meer wat Gert Timmermans zo ontzettend interessant voor jou. Oh ja, net als bij hem is mijn eigen vrouw ook verslaafd aan de sterke drank en de Valium. Dat schept toch al een plant, hè. Het enige verschil is alleen dat Gert Hermien thuis vaak sloeg en ik Bert vaak zwaar. Ja, dat klopt. Bek dicht, Sabine. Laat mij het woord. Neem nou maar een pilletje. U vroeg. Oh, meneer zit weer helemaal vast in zijn rol. Wacht jij nog tot wij thuis zijn, mannetje? Goed. Volgens mij is het tijd voor een optreden. Nou, ik wou ook nog wat vertellen dat hij zo mooi zingen kon en alles. Och ja, natuurlijk. Dat is ook zo, Gert. Die kon natuurlijk fantastisch mooi zingen met zijn diep omvloerse stem. Oh ja, heel erg mooi. Ja, en hij heeft natuurlijk een aantal mega-hits geschreven. Oh ja, ontzettend grote. En hij stond erom bekend dat hij zijn dochters misbruikt. Oh, dat vond ik ook zo leuk. Oh, papa! Bert Eikel, hoor jij nu eigenlijk wel wat je gevraagd wordt? Blijf jij nou eigenlijk eens even in je rol? Sanne Schil, hop, in jullie kooitjes. Ga jullie maar gauw het podium op, want dames en heren, dan gaan we nog één keer luisteren naar de fantastische combinatie van Normaal met Gert en Hermien. Ik heb hier niet voor jou grijze haren. Zijn de kronen, ja liever het weer. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken.
timmermannetjes. Gij zult alleen buigen voor de Heere, de Almachtige. U heeft de Heere God u niet gered van een compleet drooggelopen carrière en een ondergebracht in zijn evangelische omroep? Alleluia, alleluia. En is dit uw dank door te dansen met de Satan? Maak dat u wegkomt, weg, weg, weg uit Gods en mijn aangezicht, gij adelgebroed. Vervloekt, vervloekt zijt gij al. Alleluia, alleluia. De duivel, mijn beminde gelovigen, heeft zijn nest gebouwd in onze mooie Achterhoek. En de gedaante aangenomen van Bernardus Jolie. En Bernardus Jolink stoot slechts dierlijke klanken uit die bij onze onschuldige kinderen de meest verderfelijke oerdriften losmaakt en hen verleidt tot alcoholhoudende dranken. Oh. Ongeremde vleeselijke gemeenschap. Oh. Verdovende drugs. Oh. En dat alles onder het mom dat dat normaal zou zijn. Maar dat is het niet in de ogen van de Heere. Alleluia. Alleluia. Daar is hij, de meester van het donker. Ik roep u allen op, neem het zwaard op. En bevecht dit kwaad. Ja, ik roep u allen op. Sta op, sta op. Ja, sta op, sta op. En zing met mee met. Weersta dit goddeloze geheuk. Gaat heren en keert u af van het kwaad dat Jolink heet. Mannen en vrouwen van het gospelkoor, u zijt allen reddeloos verloren. U roept Gods toorn af als nooit tevoren. Zeven plagen zullen over de Achterhoek waaien, als ooit over het Egypte van de farao's. Vader, vader, waarom hebt gij mij verlaten? Nou ja, weet je wat, laat ook maar. Veel plezier met z'n allen in de hel. Ik heb jullie in ieder geval gewaarschuwd. Mijn traktement is ook maar een half keer modaal. De allerbeste ermee. We kijken toe maar. Doei! Hey, 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 hey. Good Lord.